Het hele dorp is uitgelopen en dat betekent dat het leeft. Het is een startpunt van een maand van activiteiten. Nou, dat zegt iets over hoe mensen hoe vitaal die kern is. Hè, en hoe de mensen op elkaar betrokken zijn en samen dit willen beleven. Nou, het mooie aan Wil is dat het natuurlijk een eigen karakter heeft. Hè, het dorpse karakter, terwijl Doetinchem is toch wat stedelijker. Tegelijkertijd zijn wij heel blij met Wil en Doetinchem als combinatie. Want het geeft een hele sterke gemeente en gemeenschap weer. Wil hoort 200 jaar bij Nederland. Hoe leeft het onder de bevolking? Nou, het is ontzettend aangeslagen. Het begon een beetje rustig, maar als je nu door Wil rijdt, zie je overal de Wilse vlag uithangen. De ondernemers zijn er op ingesprongen, etalages aangepast, Wils bier, een Wilse tas. Er is Wils brood gemaakt, dus het leeft heel erg onder de mensen. Het is iets wat eigenwijze Wil, als ik het zo mag noemen, bij het stedelijke Doetinchem. Houdt dat elkaar ook scherp? Ja, het houdt elkaar ook wel scherp. En dat is juist ook het mooie, die combinatie van zeg maar toch wat landelijker, wat dorpse, wat ik echt heel positief bedoel, versus het wat stedelijke karakter van Doetinchem. Geeft een hele mooie combi waarmee we als Doetinchem en als Wil ook sterk op de kaart staan. Wil hoort nu 200 jaar bij Nederland. Hoe belangrijk is dat dat nog gevierd wordt? Volgens mij is het altijd leuk om feestjes te vieren. Ik denk dat dat heel goed is om dat te vieren. We hebben natuurlijk ook 200 jaar Koninkrijk in Nederland gevierd. Maar het bijzondere aan Wil is dat het natuurlijk in 1816 echt onder het Koninkrijk der Nederlanden kwam. Als een van de laatste. En dan is dat wel mooi om daarbij stil te staan. Ja, ik vind het wel goed dat dat gevierd wordt.